hier zien we een instructiegroep van een groepsplan, in dit geval spellinggroep 5. De leerkrachten maken met deze borden hun groepsplannen. Dat doen we op de volgende manier. Elk onderdeel van het groepsplan heeft eigenlijk een plek gekregen op het bord zoals het was met de verbeterborden. Dus er worden doelen gesteld, er worden acties geformuleerd. Eigenlijk alle onderdelen die in het groepsplan stonden staan nu per groep, per vakgebied op één A4'tje eigenlijk. En op het moment dat je ze samen bespreekt, kunnen ze ook op een bord worden gezet. Dan bespreken we ook weer een kwartier de borden. Dat gaat ook kort en bondig. En al die gesprekken bij elkaar vervangen eigenlijk de groepsgesprekken. Dus ik spreek leerkrachten veel meer, maar veel korter. Dat betekent voor de leerkrachten en voor mij als IB'er dat het geen papieren tijger meer is. Die moet worden ingevuld, verdwijnt en na een half jaar wordt geëvalueerd, opnieuw wordt ingevuld en weer in de la verdwijnt. Want dat is natuurlijk niet de bedoeling, maar daar kwam het in de praktijk wel vaak op neer. En nu, omdat ik de leerkrachten regelmatig spreek, blijft het een levend document, een levend instrument. En ook weer die verbinding tussen de leerkracht en mij is veel directer en veel effectiever. Kort, maar regelmatig.